Goedenavond, het is tijd voor het nieuws van zaterdag 11 januari. Een overdekte skatebaan, dat is wat deze jongens willen. En ze strijden daarom al jaren voor een nieuwe indoor skatebaan in Zeeland. Als het buiten regent, dan kan je, buiten is het dan glad en dan kan je niet, ja, dan kan je niet skaten. Ja, die jonge boys kunnen nergens heen als het regent. En er zijn er gewoon een hoop bij die dit het liefste doen. En als het dan niet kan, en je moet bedelen of je ouders je een keertje naar Rotterdam willen brengen. Het zou hetzelfde zijn als dat je graag tennist, maar het is geen tennisbaan. Of dat je graag zwemt zonder zwembad, weet je. Maarten Landegent is al 3 jaar bezig een skatebaan van de grond te krijgen. Hij heeft zijn oog laten vallen op het verliesleidende tropische bos in het Omnium in Goes. Op de begane grond willen we een binnenskatepark realiseren. We willen heel graag dat de mogelijkheid bestaat om er een verdiepingsvloer in te leggen. Waar we een partij hebben gevonden die daar een trampolinepark wil bouwen en een klimmuur. En dat is wat we eigenlijk willen bereiken in samenwerking met provincie, gemeente, Omnium en het CIOS. De plannen die de skaters voor het tropische bos hebben zijn niet nieuw. En zowel het Omnium als de gemeente Goes hebben al laten weten niets in het plan te zien. Maar de skaters blijven volhouden. Het moet er gewoon komen en er is zo'n ontzettende grote groep aan jongeren die willen dat het er komt. En je wil ook gewoon je jeugd in Zeeland houden. Maar goed, als er wordt aangegeven van jongens, deze locatie gaat niet worden, waarom hou je dan die focus op juist deze locatie? Mede omdat we nu een partij hebben gevonden die met ons mee wil werken, die trampolineparken bouwt en klimwanden realiseert. En in samenwerking daarmee is het Omnium gewoon bij uitstek de beste plek. Het Hoornbeek College is opnieuw gekozen tot beste school voor middelbaar beroepsonderwijs van Nederland. Dat staat in de onafhankelijke keuzegids voor het onderwijs die elk jaar uitkomt. De reformatorische mbo-school heeft 6 vestigingen, 1 daarvan in Goes. Het is het 11e achtereenvolgende jaar dat het Hoornbeek College op 1 staat. Skalda scoort net boven het landelijk gemiddelde. De tak of een boomstronk die is op het parcours gegooid, maakt een groot risico voor de renners. Als ze hier oprijden, de kans is groot dat ze over de kop gaan. Het is een nare start van het nieuwe jaar voor Stichting Wielersport Wolfaartsdijk. Het nieuwe mountainbike parcours in het dorp is grotendeels vernield. Martin Boer heeft wel een van de daders op hete daad betrapt. Ik heb gevraagd, waarom doet u dat? Nou, hij zegt, ik vind dit zonde van de natuur. Ik loop hier altijd met mijn hond. Ik zei, ja, dat zie ik. U laat uw hond hier loslopen. Op dat moment is het een ontlading van emoties. Je komt die man tegen, je hoort kraken, takken in het bos. En dan denk je van, hij is bezig. En dan ben je boos, ben je heel boos en teleurgesteld in je medemens. En dat maakt het wel eventjes moeilijk. Die boomstronken op de weg kunnen leiden tot ernstige gevolgen. Je komt naar beneden, je hebt snelheid, je rijdt erin, je rijdt je eigenlijk helemaal stuk op die boomstronk. Ik rijd internationale wedstrijden en stel ik breek mijn been of mijn arm of mijn pols of iets dergelijks. Ja, dan ben ik wel 6 weken zeker uitgeschakeld. Boer hoopt het parcours in de zomermaanden te kunnen openen. En de dader, die heeft aangeboden te helpen met herstellen. Alle 13 hangbuikzwijntjes die woensdag in koewacht waren gedumpt, hebben een nieuw baasje. Gisteren werden de diertjes gevangen en ondergebracht bij het Koninklijke Bos in het Belgische Stekenen. Gedacht werd dat het 1 maand of 2 zou duren voordat alle varkentjes geadopteerd zouden zijn. Maar niets bleek minder waar. Er werd aan de lopende band gebeld en de zwijntjes hebben allemaal een nieuw plekje. Goes begint het voetbaljaar 2020 in Nijkerk. Op bezoek bij de koploper in de derde divisie, Sparta Nijkerk. En die ploeg krijgt hier een hele grote kans via Wesley de Laat. Maar de redding is prachtig van Goes-doelman Brian Mulmeester. Sparta staat maar liefst 10 punten los in de derde divisie. Is dus met afstand de beste ploeg. De bal komt bij de aanvoerder, dat is Donny van der Wal. Maar hij schuift de bal net naast het doel van Mulmeester. Goes weet er zelf af en toe ook uit te komen. Dit is Tim de Winter. Mooie paas op Steve Schalkwijk, de topscorer van de derde divisie. En dan moet je dit soort ballen eigenlijk maken. Maar Gino Coutinho, de oud-profkeeper, staat in de weg. De ruststand is 0-0. Dit is het begin van de tweede helft. Plet, de snelle buitenspeler, tegenover Jelle Klap. Goede actie en een prachtig schot. En dan is het wel 1-0 voor Sparta Nijkerk en is de ban gebroken. En hij baalt.
Wat Mulmeester weet, als je achterstaat in Nijkerk, dan wordt het wel heel moeilijk. Mooie aanval met een paasje op Brian Burgerhout en ook hij scoort. En dan is de wedstrijd zo'n 20 minuten voor tijd beslist. Goes gaat dus na 3 overwinningen op rij in de derde divisie verliezen. Dit is de slotfase. 88ste minuut, daar gaat Plet nog een keer op snelheid. Mulmeester is uit zijn doel gekomen, dat had hij beter niet kunnen doen. Want dit is de 3-0 voor Plet en dus voor Sparta Nijkerk. Een kansloze nederlaag voor Goes dat nog best goed partij bood in de eerste helft. Maar 3-0 is een terechte uitslag. Het weekend startte vandaag droog met een prachtige zonsopkomst en veel kleuren. Hier op deze foto gezien vanaf het Zuiderhoofd bij Westkapelle. Het hoge drukgebied trekt bij ons vandaan en dat betekent dat er vandaag een stevige wind stond. Die was windkracht 5 of 6 en die zorgde voor een gevoelsmatig lagere temperatuur en bovendien ook voor woelig water. We gaan naar het weer voor vanavond en vannacht. Het wordt geleidelijk helemaal bewolkt. De temperatuur zakt niet verder dan ongeveer 6 graden en de wind blijft stevig doorwaaien en is vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Morgen wordt de bewolking nog dikker en we krijgen te maken met lichte regen en motregen. De temperaturen komen iets hoger te liggen, rond 9 graden. De zuidwestelijke wind is krachtig, windkracht 6. En dan de vooruitzichten voor komende week. Maandag lijkt een goede dag te worden, het blijft in ieder geval droog. De temperatuur schommelt rond 9 graden. Dinsdag wordt een onstuimige dag met een harde of stormachtige zuidwester. En daarbij is het zacht met 11 graden. En ook woensdag wisselvallig bij 11 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws en weer van vandaag. Straks een terugblik op de belangrijkste zaken van week 2 in het weekoverzicht.